Vandaag een powerbank die misschien wel duurder is dan je smartphone. Een powerbank om je telefoon onderweg op te laden koop je al voor een paar tientjes. Maar als je wil kun je ook een model krijgen wat meer dan 300 euro kost. Wat je dan krijgt, dat gaan we vandaag bespreken aan de hand van deze Sherpa 100 AC. Flinke unit van een merk waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Nee, het is van Goal Zero en dat is een merk. En je zegt om je powerbank op te om je telefoon op te laden, daar richten zij zich niet echt op. Zij richten zich op professionals die onderweg zijn. En dit product zetten ze bijvoorbeeld in voor fotografen. Dus als je naar de demofilmpjes van dit product kijkt, zie je een fotograaf die op een locatie aan het schieten is, die onderweg een accu's moet kunnen opladen. Ja. En dus echt ervan zeker van moet zijn dat die power heeft. Nou, je ziet het ook. Dit apparaat heeft een ruime keuze aan poorten. Naast standaard USB-A ook twee USB-C poorten. Maar bijvoorbeeld ook een 220 volt AC poort. Die 100 watt continu en 150 watt maximaal kan leveren. Dus het is echt een zeer breed inzetbaar product. En zeker niet bedoeld om alleen maar even je smartphone mee op te laden. Nee, sterker nog, dat is misschien mooi meegenomen. Inderdaad, met die AC uitgang kun je je laptop bijvoorbeeld opladen. Ja. En maar een van de interessante dingen die bijvoorbeeld ook in is dat USB-C power delivery poorten tot 60 watt. Er zijn natuurlijk meer en meer producten die je via USB-C stekkers met power delivery kunt opladen. Dat kunnen ook laptops zijn, tablets, et cetera. Eigenlijk dus zo op zo'n manier hartstikke veelzijdig. Ja, en ik heb nu voor tijdens deze opladen even mijn telefoon eraan hangen. Met name zodat je op het OLED-schermpje wat erbij zit kan zien wat die doet. Want daar hebben ze ook een zeer uitgebreide rapportage per poort wat er op elk moment gebeurt. Dus zowel qua op- als ontladen. Maar hij zegt al, die USB Power Delivery poorten, die voldoen dus ook echt aan de specs zoals je die verwacht. Dus je kunt op meerdere spanningen werken. En daarbij dus ook hoge stroomsterktes leveren tot 60 watt. Dus je kan alles vanaf een simpele smartphone tot en met een moderne laptop met USB-C kan je eraan opladen. En dat gaat ook echt, dat gaat snel. Ja, en dan hebben we het nu nog over de bedraden aansluitingen. Wat men ook nog heeft geïntegreerd is een Qi-lader bovenop. Dus als je nog een smartphone hebt die draadloos kan opladen, is het een kwestie van hem er bovenop leggen. Wat misschien wel de meest aardige functionaliteit is het OLED-display wat aan de voorkant zit. Waarbij je niet alleen kunt zien hoeveel capaciteit er daadwerkelijk nog in de powerbank zit, maar ook exact in de gaten kunt houden welk apparaat aan het opladen is en met welke snelheid. Ja, en dat is dus grappig, want inderdaad ook als je de powerbank aan het opladen bent en tegelijkertijd iets anders aan het ontladen bent, zie je dus ook de hoeveel ampère erin en eruit gaat op elk moment. En je kan dus ook op het moment dat je onderweg bent en je bent meerdere poorten aan het gebruiken, echt per poort zien wat er gebeurt. En wederom, dit is echt een product wat bedoeld is voor professionals. Als jij op vakantie gaat, ga je dit ding niet kopen. Want je zei het al, hij is meer dan 300 euro. In onze prijsvergelijker zie je hem zelfs voor rond de 350 euro feitelijk staan. Dus echt heel duur. Dus voor consumenten is dit waarschijnlijk geen hele slimme keuze. Het heet ook de Sherpa 100 AC. Het klinkt gewoon alsof het bedacht is om een Himalaya-expeditie mee te gaan. Inderdaad, als je inderdaad dat soort hele moeilijke dingen gaat doen, of hem dus professioneel gaat gebruiken. Hè, inderdaad, als je ergens off the grid bent en je hebt wel apparatuur die gevoed moet worden en je wil zeker van zijn dat dat werkt, dan is dit product waarschijnlijk wel een hele goede keuze, want we hebben hem ook langere tijd in gebruik. Ja, en de prestaties van het product, daar kunnen we straks naar kijken, zijn echt gewoon heel goed en betrouwbaar. Dus wat dat betreft, onder uiteenlopende omstandigheden is die inzetbaar. Wat mij dan eigenlijk nog wel meevalt, of misschien is tegenvalt een betere woordkeuze, de capaciteit van de powerbank, 25.600 mAh. Dat is heel wat meer dan de gemiddelde 13 in een dozijn powerbank, maar is ook niet uitzonderlijk veel. Nee, sterker nog, we hebben 20.000 mAh powerbanks gezien. Hè, dus dat is net iets minder. Die letterlijk even lang zijn en de helft zo breed. Dus dit qua volume, daar zullen we straks ook naar kijken. Als we kijken naar de efficiëntie, is dit gewoon niet een heel goed product. Maar aan de andere kant, er zit hier dus ook een omvormer in, want er zit een 220 volt uitgang op. En we weten van andere powerbanks die we hebben getest, dat neemt ruimte in. En, dit is dan zelfs nog een compact apparaat voor iets wat over een AC-uitgang beschikt. En hij is helemaal van aluminium, dus ook de behuizing is echt gewoon stevig en ook wat dikker dan wat je van sommige andere producten ziet. Dus ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. In dit geval komt het dus duidelijk uit de breedte. Ja, duidelijk. Nou, we gaan eens even kijken naar de testresultaten. Eigenlijk de standaard test die wij bij alle powerbanks uitvoeren is eigenlijk bedacht op het meest voor de hand liggende gebruiksmodel, namelijk je smartphone opladen. We gaan gewoon kijken als we met 1 ampère stroom uit zo'n powerbank halen, hoeveel totaalcapaciteit kunnen dan daadwerkelijk krijgen. Ja, precies. En dat doen we nog gewoon aan de USB-A-poort met 5 volt. We hebben nog geen mooie methode om power delivery te kunnen testen. Wellicht dat we dat in de toekomst wel gaan doen. Vooralsnog niet. En dan zie je dus, ja, hij levert redelijk wat power, maar dat zegt niet zoveel, want dit zijn powerbanks allemaal vanaf 20.000 mAh, maar dus verschillende capaciteiten. Dus als we alle powerbanks die ooit hadden getest zouden eraan toevoegen, dan zou die grafiek nog heel lang doorlopen. Precies. Nou, rechts is interessanter, want daar zie je dus zeg maar wat ze beloven. Dus 25.600 mAh of bijna 95
wattuur, wat feitelijk een interessantere eenheid is. Ja. Dan zie je dat hij daar 81% daadwerkelijk van levert als we hem met 1 ampère belasten. En dat is goed, maar we zien dus powerbanks ook die efficiënter zijn. Een reden kan natuurlijk zijn dat alle elektronica die hierin zit, het schermpje, alle regeltechniek, kost natuurlijk ook gewoon stroom. Dat zal uit dezelfde cellen moeten komen. En daardoor kan niet alle opgeslagen energie daadwerkelijk naar het extra apparaat geloosd worden. Ja, precies. En we zien ook, dat hebben we bij andere apparaten met een AC, ingebouwde AC-voeding ook gezien. Je ziet hier wel dat je bijvoorbeeld de Qi wireless charger kan je aan- en uitzetten. Dat is ook om energie te besparen op die manier. Maar inderdaad, het is goed, maar het is zeker niet het beste wat we ooit hebben gezien. Nou, en hier eigenlijk hetzelfde, maar dan met een 2 ampère belasting. Dus gewoon met een hogere belasting. Daar hebben we minder data van. Zien we eigenlijk een min of meer vergelijkbaar beeld. Dus ook zo net rond de 80% wat die daadwerkelijk levert. Ja, dan kijken we natuurlijk altijd, en dat kun je van tevoren bedenken dat dit apparaat er niet heel goed uit zal komen, is hoeveel hoe totale energie die een powerbank kan leveren zich verhoudt tot zowel het gewicht als de afmeting. Want standaard zou je kunnen zeggen, zeker voor het gebruiksmodel je smartphone opladen, wil je het liefst een zo klein en zo licht mogelijke powerbank. Nogmaals, dat is niet dit, maar toch even goed om te kijken naar hoe die dan presteert. Eigenlijk in alle gevallen wil je wel zoveel mogelijk power en moet zo min mogelijk ruimte innemen en zo min mogelijk wegen. Nou ja, we zeiden het al, er zit hier van alles aan elektronica in en hij is heeft een metalen behuizing, dus dat is in beide gevallen geen goed voorteken. Ja. En we zien het inderdaad ook, de efficiëntie wat dat betreft, zowel in wattuur per kilogram als in wattuur per liter, dus inhoud en gewicht, scoort hij gewoon niet heel erg goed. Maar nogmaals, dat is duidelijk bij een product wat zoveelzijdig is als deze en waarvan dus ook de constructie zo is als deze. Ja, want als voorbeeld, als we even naar te kijken naar wattuur per kilo, 83. Helemaal bovenaan de grafiek vinden we de Anker Power Cord met ook een flinke powerbank, 20.000 mAh. Die biedt het dubbele, maar die heeft gewoon alleen de standaard uitgang. Die heeft geen Qi, die heeft precies. Geen... Dat is een apparaat wat qua lengte vergelijkbaar is met deze, maar dus letterlijk in de breedte de helft is. Ja. Lang verhaal kort, €350. Het is echt een product voor de professionals. Maar als jij inderdaad, dus, nou, het voorbeeld is een paar keer genoemd, als fotograaf op pad bent en je moet in de buitenlucht reportages maken, je moet en je laptop en je camera's en allemaal andere apparatuur kunnen opladen, dan is dit wel een veelzijdig product wat gewoon alles kan. Ja, ik vind alleen dus dan die capaciteit die je hebt van 25.600 mAh, die had wat mij betreft nog wel wat hoger gemogen. En GoalZero heeft ook veel grotere apparaten, echt van die dingen die echt mobiele accu's zijn, die het ongeveer een formaat coolbox is. Dus ze hebben allerlei dingen, maar deze is duidelijk gemaakt op compactheid. En ik had er eigenlijk liever net wat meer capaciteit in gezien. Maar hij werkt prima, je kan alle poorten vol belasten. Het product klopt aan alle kanten en zeker ook het display is echt handig om te zien wat er gebeurt. Zeker als je meerdere apparaten aansluit, dat je echt een idee hebt van hoe er geladen wordt en of ze daadwerkelijk laden. Maar ik had zeker gezien de prijs van €350 iets meer capaciteit graag gewild. Duidelijk. Kon je onze review waarderen? Geef ons even een like op YouTube. En als je toch op YouTube bent, vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Want dan weet je het zeker. Iedere maandag, woensdag en vrijdag verschijnen er nieuwe Harte Info video's op je timeline. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.